Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Vandaag een hele speciale aflevering, want vandaag is het tijd geworden voor een nieuw scenario van mij. En toch wel een best bijzonder scenario. Het is tegenwoordig een bijna traditie geworden, maar 30 duimpjes omhoog, minimaal 35 duimpjes omhoog, maak je me helemaal gelukkig. Maar bij de, tussen de 30 en de 35 duimpjes omhoog ga ik weer aan de slag voor een nieuw scenario. En dan gaat ik hopen, daar kom ik zo meteen in ieder geval even op terug. Laten we gelijk de pauzeknop eraf halen. Welkom lieve kijkers, vandaag rij je deze DDR. Koppel eerst de achterste lok aan en laat dan de passagiers dan instappen. Oké, en wat gaan we dat doen? Even kijken. Achterste lok aankoppelen. Ja. En dan, hoppakee. ATB natuurlijk nog eventjes aan. Richting schakelen naar voor. Ja, ik zat even te kijken. Want als ik dat altijd doe, dan weet ik of het geluid goed staat. En dat is nu het geval. Nou, aan de linkerkant zien wij een hele prachtige mooie Vira wegrijden, om het even zo te zeggen. En wat is nou het bijzondere aan dit scenario? We rijden dit scenario op de Berglandse route. Je ziet het hier waarschijnlijk al. Het is een lok aan de achterkant. Heel vaak rij je dan in de voorste lok en top vertrek nu, er zijn geen bijzondere meldingen. Wel zit er nog een trein vlak voor je, let daar goed op. Dus deze neemt zo een andere afslag. Oké. Dan bedoelen ze waarschijnlijk die prachtige trein van net. Wel moet ik even waarschuwen dat we waarschijnlijk heel wat bugs zijn hebben vandaag. Dus zoals deze hier. We hebben echt heel wat bugs zijn. En hoe komt dat nou? Dat vraag je ook gelijk af. En als je naar linksonder ook even kijkt, dan zie je ook al dat we een bug zijn hebben. Of tenminste een bug. En dat is dat we op het volgende station aankomen om 22:32. Ik heb die bug er niet uit kunnen krijgen. Dus het zit een beetje in, waarschijnlijk dat die DDR, zeg maar, waar we dus nu in rijden, andersom staat, waardoor we dus een soort van bug krijgen. Dus ik hoop dat je het een beetje in ieder geval goed neemt. Maar ik ga in ieder geval gewoon zorgen, jij moet niet op die tijd letten en ook niet, ja, op de seinen moet je ook niet proberen te letten. Ik ga er gewoon van zorgen dat het een hele mooie rit wordt. Ik heb er hier, het is niet een heel lastig scenario om te maken. Maar ik moet zeggen, zoals je zo eens even kijkt, het ziet er toch wel leuk uit zo'n keertje. Geef toe, toch? En het was hoogste tijd ook weer voor een nieuw scenario. Dan wil ik gelijk ook even terugkomen op een ander dingetje. Want binnenkort gaan wij richting de 100 afleveringen. Wat ik graag zou willen, dan moet iemand heel snel met mij contact opnemen. Deny it. Ik zou alleen niet weten waarom. Volgens mij mogen wij hier gewoon door namelijk. Volgens mij is dit weer een bug zijn. Ik weet het al. Volgens mij moet die firm hier vlak langs mij. Oh, wacht. Volgens mij was dat het dingetje dat we door mogen. Laten we nou maar gewoon lekker doorrijden ook. Ik weet niet, maar een aantal seinen die kunnen wel. Dan kan je wel doorrijden, een aantal niet. Maar ik heb het natuurlijk zelf gemaakt. Volgens mij kan dit gewoon. Klap die firm straks op die achterste lok en hebben we er nog niks aan. Wat ik nou heel erg graag zou willen, en dat lijkt me echt super tof, als een kijker dus het honderdste scenario ze maakt. Dus pak gewoon even die tutorial van mij bij, dat ik een scenario in elkaar aan het knutselen ben. En dan vervolgens maak gewoon een prachtig scenario. Desnoods zet je bij ieder station een leuke comment of zoiets van, weet ik veel. Verzin iets leuks, origineels. Mocht je de hulp nodig hebben, wil ik natuurlijk helpen, maar dat moet een soort van verrassing blijven. Kijk, ik heb 100 afleveringen dan bijna aan jullie gegeven, of aan jou als kijker. En het lijkt me wel heel erg leuk om dan een keertje van een kijker gewoon een scenario te breiden die zegt van, dit wil ik heel graag zien op Game Channel. Gewoon zo. En er zijn een aantal mensen die dat kunnen. En niet zo heel veel. Dus ik zou heel graag willen vragen aan mensen die het kunnen. Lijkt het je nou leuk? Neem dan even contact met me op. Zet hieronder even een reactie met je Skype of iets. En dan zal ik, desnoods haal ik het daarna weer weg. Als je dat wil, zet het er maar bij. Dan haal ik je Skype naam weer weg. Dan zal ik je toevoegen en dan help ik je daarmee. Zodat jij gewoon als kijker, Kijk eerst het tutorial. En als je een paar kleine vraagjes hebt, wil ik je natuurlijk mee helpen. Maar ik vind het misschien wel een keer leuk
En andere kijkers ook wel weer een keer. Want kijk, ik maak wel hele andere soort scenario's als Bliefjes bijvoorbeeld. Die maakt weer omroepscenario's. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus lijkt het je nou heel erg leuk? Neem dan eventjes vooral, zet dan onderin in de reacties je Skype naam. En nou, dat moet toch wel aardig snel gebeuren. Ik denk dat je dan ongeveer nog, nog 2 weken ongeveer de tijd hebt om hem af te hebben. Dus in 2 weken moet je een scenariootje eventjes voor mij hebben ongeveer. Maar neem daarvoor even met mijn contact op en dan leg ik je dat allemaal uit. We gaan eventjes in ieder geval afremmen naar de 40 kilometer. En ik vind het wel een prachtig stuk dit hoor. De Berglandse route rijden we vandaag op. Met een mooie koei aan de rechterhand. Prachtig. Ik ben er heel blij mee. Oh ja, nee, wacht, we hadden hier ook weer een rood sein, hè? Ja, nee, deze kunnen we ook weer negeren. Maar volgens mij komt dat omdat ik die lok van achter heb, zeg maar. Op een of andere manier. Ik denk de seinen die achter ons staan, dat die dan weer wel groen staan. Snap je? Ik denk dat het systeem de kluts daar een beetje door kwijt is. Nou, we rijden hem gewoon lekker door. Als goed is, moet dat wel kunnen. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe ik dat het best had kunnen oplossen. Ik denk die lok omdraaien als het ware. Mocht iemand daar een beetje verstand van hebben, laat maar weten. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, laten we hem hier gelijk op de rem knallen. Zo. Prachtig dit. Oké. Passagiers in en uitstappen. En dan gaan wij gelijk eventjes een mooie screen maken. Nou, het moet natuurlijk wel even kunnen zo. Nou. Ik denk dat we zoiets moeten hebben dan. Ik heb natuurlijk vandaag ook weer reacties meegenomen om niet te vergeten. En wel, dat zijn de aflevering of de reacties van aflevering 80 waar we met de Lint 41 naar Doetinchem reden. Laten we gelijk beginnen met de eerste reactie dan. Die is van HC Kelly. Victor, wil je samen met Dirk farming doen? Want farming met die andere is eigenlijk een beetje saai slash stom. Omdat Dirk alleen mods doet en niet alleen de volgorde om te zaaien en balen enzovoort. Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed gaat komen, HC Kelly. Want, Want wat jij namelijk leuk... Even weer rood zijn? Doei. Rijden we lekker door hoor. Want HC Kelly, wat jij namelijk leuk vindt om te kijken, vind ik ook leuk. Kijk, je moet één ding weten. En dat moet iedereen weten. Ik kijk in het belang van de kijker. Dus in dit geval HC Kelly. Als iemand het niet leuk vindt, oké, één iemand kan. Als de kijkers ook nog afnemen, dan weten we ook van, er is iets goed gaande. En dan gaan wij er alles aan doen om het misschien iets anders te doen. Of misschien iets, iets anders in de afleveringen. En ik kan ook kijken in het belang van een kijker. Wat vind ik kijken leuk? En daar ben ik dus altijd heel erg, probeer ik daar Gino en Dirk een beetje mee te helpen. En ik moet zeggen, het gaat de laatste tijd alweer een stukken beter. Dus geef ze ook een kans, HC Kelly, want hun zijn nieuw. En hun moeten het een hoop leren. En ik ga ze al mijn allerbest voor doen om dat te halen. Hiernaast komt een leuke goederentrein met auto's. Prachtig. Meriem Abdelkader die zegt first. Nou, oké. Peter Slokkers, tweede. HC Kelly dan, die zegt nog, ze moeten multiplayer toevoegen in Train Simulator. Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn inderdaad. Dat had ik vorige keer nog met Dirk over. Sander van Duin, weer een leuke video, Vicky. Dankjewel, Sander, weer. Gerben Hilbrink, leuke video en ik hoop dat ook ooit een route uitkomt tussen Zutphen en Oldenzaal in dit spel. Want dan lijkt me ook leuk om in het spel te zien. Nou, Gerben, als je een beetje goed kan scripten, programmeren, plaatjes maken, dan kan je er nog wel wat geld mee verdienen, denk ik. En als je het een beetje goed maakt, dan ben ik misschien wel je eerste klant, wie weet. Christian 983, had je een bepaald idee als het gaat om het afvallen? Sorry, ik heb beetje last van mijn keel. Zoals ik een aantal afleveringen geleden heb gezegd, het afvallen voor mij is niet meer nodig. Ik dacht dat ik was aangekomen. Maar dat kwam vooral omdat mijn broeken die gingen een beetje
ja, strakker zitten. Dus dan denk ik altijd van, nou nee, dat gaat het komen. En dat zijn altijd een beetje de eerste tekenen. Dan denk ik van, nou, dan moet ik afvallen. Maar het is bij mij blijkbaar alleen maar, denk ik, dat mijn spieren een beetje minder zijn geworden. En dat dat dus, zeg maar, vet is geworden. Komt er dus op neer dat, dat het dus niet meer nodig is. Ik ben in een jaar tijd een kilo aangekomen en het is voor mij niet nodig. Als je nou zou zeggen van, nou, ik wil heel graag afvallen, Christian. ik weet niet precies hoe oud je bent, maar als je een beetje gewoon rond de 18 bent en je zegt van, nou, nu ben ik uitgeroepen, nu wil ik wel eens een beetje lijnen. Dan heb ik twee goede oplossingen voor je. Als je lekker wil blijven eten, dan zou ik het Sonja Bakker dieet aanraden. Dan eet je gewoon gezond. Val je ongeveer een kilootje per week af. Nou ja, als jij 5 kilo te zwaar bent, is dat een prachtig dieet, dan zeg ik het zelf. Kan je lekker door blijven eten, dan ben je na 5 kilo weer klaar. Is een optie, hè? Wat ik nou vorig jaar gedaan heb, ik wou een korte tijd heel veel afvallen, 10 kilo. Als je een beetje van vorig jaar, zeg maar, bij aflevering kijkt van begin van het jaar en dan iets later, zeg maar, dus vorig jaar, dan zie je ook dat ik heel snel in afleveringen afval. Hoe heb ik dat nou gedaan? Ik heb een shake dieet gedaan, dus 's morgens een shake en tussen de middag een shake en dan 's avonds een maaltijd zonder aardappels. Nou, dan neem je in je aardappels en in je brood zit koolhydraten. Als je nou zo weinig koolhydraten neemt, dan dat is, zeg maar, de brandstof voor je lichaam. En dan zeg je lichaam op een gegeven moment van, hey, koolhydraten, dat kan ik niet meer gebruiken als brandstof. Gaat hij dan doen, dan neemt hij vet als brandstof. En hey, 1 in 1 is 2, dan heb je het. Dus dat betekent ook dat je met dat dieet, iets, als er iets vettigs is, vette vis bijvoorbeeld, ja. Tonijn, vette vis, ik weet niet precies of het helemaal 100% goed is, maar dat zou je op een pakje moeten kijken, maar het kan gewoon, maar bijvoorbeeld weer koffiemelk. Ik heb heel erg lang stilgestaan op mijn gewicht, omdat ik melk in mijn koffie nam. Ja, dat heet de ketose. Als jij vet verbrandt in plaats van koolhydraten, dan heet dat je ketose, zeg maar. En daar moet je dus in zitten. En als je er weer te veel koolhydraten neemt, dan gaat je lichaam er een beetje tussen zitten. Dus ideaal dieet, al zeg ik het zelf. Maar het is best pittig, kan ik je vertellen. En maar als je in korte tijd en je hebt een beetje discipline, dan is het zeker aan te raden. Zo, we zijn hier op Groot Heerstenberg. Als je trouwens nog vragen er verder over hebt, Christian, ik wil je er gerust mee helpen. Dan kan je eventjes best contact met me opnemen. Peter Slokkers, er zit een fout in. Daar ben ik heel benieuwd wat je als fout hebt gezien, Peter Slokkers. Dat was, ik denk, in de lint, maar ik weet niet wat je bedoelt. Maarten Boot, het station van Groningen heet ook wel de Euroborg. Ah, we hebben weer wat geleerd. Maarten is onze profvoetballer, als het ware. Max Jolo, het is de Graafschap, maar zij moesten vandaag tegen Ajax in de Graafschap. Gaat de graderen. Leuk dat je daar stopt. Leuk dat je daar stopt. Leuk aflevering. Oké, sorry dat ik het even verkeerd gelezen heb. En dan heb ik hier nog eentje van Dutch Dog Gaming. Leuk dat je met de Lint 41 hebt gereden. De route is erg ontspannen om naar te kijken. Dat vind ik dus ook. Maar Dutch Dog Gaming, al zeg ik het zelf, ik vind dit ook heel erg prettig om naar te kijken. Dan heb ik hier nog eentje van Peter Slokker. Leuke video. Ja, zeker weten, Peter. Dankjewel weer voor jouw leuke reactie. En dat waren ook gelijk weer de comments van vandaag. Volgens mij gaan we weer richting het eindstation. Ja, zeker weten. En dan zeg ik het zelf, ik vind hem de route heel erg mooi. En ook vooral dit scenario natuurlijk. Nee, de ATB die gaat nog niet af, dus ik wil het toch eventjes proberen. Want kijk, dit is nou juist het unieke van heel het scenario. Ik vind het wel iets hebben dat die lok van achter staat, hoor. Ik ga toch nog even proberen een mooi screenshot te maken. En die lok van achter, die draait ook echt als motor. Hier, hoor. Hoor je het? Dus dat vind ik nou het leuke. Maar ik denk dat ik de lok als trekvoertuig, zeg maar, heb gemaakt. En dat de voorkant ook als rijvoertuig. Dat je, zeg maar, twee kanten heb, als het ware, snap je? Dus ik denk, als ik die lok andersom had gezet, dat het dan waarschijnlijk wel gelukt is, maar dat weet ik niet 100% zeker, heb ik ook niet getest. Dus maar zeker een leuk scenario, zeg ik het zelf.
Vind je dat ook? Ram dan gerust op die like-knop en dan krijg je binnenkort van mij gerust een nieuw scenario. Ik zit momenteel nog heel eventjes druk in mijn examentijd. Maar dat is binnenkort voorbij en dan heb ik gewoon gelukkig lekker mijn diploma. Ik moet binnenkort heel veel leren. Maar de afleveringen die ga ik gewoon verzorgen. Bam, 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 dat ze er zijn. Ik vind het zo leuk, dus dat moet ook gebeuren. Dat kan heel eventjes wat langer duren. Alleen, ik vraag natuurlijk aan jou daar als trouwe kijker. Vind je het leuk om een scenario te maken als 100ste aflevering? Neem dan even gerust contact met mij op en dan gaan wij dat binnenkort even fixen. En dan zijn wij over 3 kilometer op ons eindpunt. Lagerveen. Nou. Ik vind die bomen hier ook echt heel prachtig als het ware. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Laten we eens een beetje het gas zomaar terug gaan nemen. Voor station Lageveen. Ook echt een... best wel een Nederlandse naam, zeg ik het zelf. Lagerveen, dat komt mij ook een beetje bekend. Volgens mij is dat een beetje van het Hogerveen gepakt. Nou, we komen met een lekkere snelheid sowieso het station binnen. Daar hou ik altijd wel van. Daar ben ik een voorstander van. Alleen zijn we volgens mij ietsje te vroeg binnengekomen. En dan denk je van, hé, ietsje te vroeg. Ja, want als je namelijk hier goed aankomt op tijd, dan moet de scooters hier links en rechts een tuin gaan rijden. Die rechtse moet weg gaan rijden. En die linkse SLT hier zo, die moet ook gaan rijden. Maar volgens mij gaat die pas op 17 rijden. Dus volgens mij zijn we een beetje te vroeg. Een beetje aan de vroege kant. Maakt niet uit. De passagiers moeten nog in en uitstappen. Dus, en we zijn er ook nog niet. Nou, we zijn op station Lageveen. Tevens het eindpunt van deze trein. Vond je het nou een leuke video? Geef dan alvast een duimpje omhoog. Dat vind ik altijd super leuk om te hebben. En ik denk dat nu die treinen gaan rijden. Knap is dat, hè? Dat ik gewoon precies die vertrektijden van die trein weet. Ongelooflijk. Nou, die SLT die is inmiddels alweer weg. Ik moet zeggen, voor een fictief lijntje vind ik het nog best druk. En ook al is het mooi weer, ik vind natuurlijk wel dat de passagiers onder een mooi afdak kunnen uitstappen. Dus dan gaan wij daar ook even voor zorgen. Zo. We gaan even kijken of de achterkant mooi staat. Dat zal natuurlijk wel. Ja, kijk, kijk. Toppie. Al zeg ik het zelf. Vond je het een leuke aflevering? Ram dan gerust op die like-knop. En abonneerknop mag natuurlijk ook. Bij de 30 duimpjes omhoog ga ik aan de slag voor een nieuw scenario. Ik vond hem 30 duimpjes omhoog wel waard. Maar 35 duimpjes omhoog dan is helemaal geweldig en meer natuurlijk ook. En dan zie ik je graag zondag weer met een nieuwe aflevering van Train Simulator. Ik zeg doei! Dat was hem weer, Train Simulator, voor deze woensdag. Vond je het nou een toffe video? Ram dan op die like-knop. Meer Train Simulator zien? Klik dan op de video in het scherm voor de vorige aflevering. Morgen is Dimmy er weer met Euro Truck Simulator. Hopelijk zien we je dan ook weer om 4 uur. Tot dan!